Maar eerst staan we stil bij een film die volledig Limburgs is. Een volledige Limburgse film. En die gaat over de impact van drugs op zijn familie en haar omgeving. Maarten, word wakker. Maarten, word wakker. Heb je daar nog last van? Ik stap hier af. Kom Maarten, luister naar wat ik nu zeg. Maarten, als hij niet meer thuis komt, is het uw schuld. Slow Motion Crash, dat is de film waar we het nu over gaan hebben. En bij mij zitten de drie hoofdrolspelers en de regisseur. Een heel goede middag. Karin, Lieven, Vanessa en Janne. Fijn dat jullie erbij zijn. Karin, ik ga bij jou beginnen. Het is wel een heftig thema, hè, waar de film over gaat. Ja, het thema gaat over drugs. En dat roept wel reacties op. Ja, en is er bewust gekozen om voor dat thema te kiezen? Het idee komt eigenlijk van de voorzitter van de filmgroep. Ja. En, we wouden iets maken rond drugs. Ik heb dan het scenario geschreven en zo is de bal aan het rollen gegaan. Ja, nu uiteindelijk wel een heel moeilijk thema, denk ik, om jullie zelf in te leven. Lieve, viel dat mee of viel dat tegen? Het is mijn eerste keer dat ik in een film echt meespeel. En in het begin voel ik toch wel zo'n beetje dat het wat moeilijker ging om daarin te leven. Maar als je er eens in zit, dan lukt dat wel. Ja, en hoe is dat bij jullie geweest? Want misschien eerst even zeggen wie dat jullie in de film spelen. Laten we daarmee beginnen. Janne, wat is jouw rol in de film? Ik speel Emma. En wie is Emma? Of wat doet ze? Of? Emma is de broer van Maarten. De zus van Maarten, ja. En jij speelt? Ik speel Maarten zelf, dus ik ben de jongen die verslaafd geraakt aan drugs. Mm-hmm. Dus. En Vanessa? Ik ben de moeder. Jij bent de moeder. Dus eigenlijk zit hier eigenlijk het hele gezin dat te maken krijgt met die drugs. Inderdaad. Ja. Hebben jullie zelf ooit, of zijn jullie zelf ooit in aanraking geweest met drugs? Of kennen jullie mensen die diezelfde problemen hadden? Ja, in het uitgangsmilieu heb je wel hier en daar wat mensen die je dan kent. Maar ik probeer me daar zo'n beetje wel van weg van te houden. Ja. Ik zelf heb nog nooit echt zelf met drugs in contact gekomen. In contact gekomen, ja. Nee, misschien wel goed ook, hè? Ja, inderdaad. Ja. Vanessa, ben je in het echte leven ook mama? Ja, ik ben het. Dat is trouwens mijn... Het is echt. Ja. Oké, kijk, nu wordt het allemaal een beetje duidelijk, hè. Heb je daar schrik voor? Absoluut. Ja? Absoluut, ja. Ik denk dat elke moeder daar bang voor is. En ik denk ook dat het niet zozeer afhangt van de opvoeding zelfs. Het kan overal in elk milieu voorkomen. En dat is ook het beangstigende eigenlijk. Ja. Ja. Om dat toch wel mee in contact te komen. En vandaar is misschien de film ook een soort van sensibilisering van hoe het kan misgaan? Ja, niet zozeer de drugs zelf, wat het allemaal veroorzaakt met de persoon, maar wel de mensen die ermee samenleven. Ja. Want die worden dikwijls vergeten. Mm-hmm. Je hoort wel, er zijn problemen met de persoon die drugs neemt, maar eigenlijk het gezin dat er elke dag mee leeft, daar hoor je niet veel van. Ja. En die mensen maken toch ook veel mee. Inderdaad. En dat willen we zo'n beetje in beeld brengen in de film. En dat is heel goed gelukt alleszins, hè? Want hoe lang duurt de film? 42 minuten. 42 minuten, ja. Dus toch wel, dat heb toch wel heel wat tijd. Want dat is ook iets wat wij als buitenstaanders onderschatten. Want hoe lang zijn jullie bezig geweest? Van het schrijven van het scenario tot de postproductie 2 jaar. 2 jaar? Ja. Ja, maar dat moet dan na je uren misschien... Ja, dat je daarmee bezig bent. Het is hobby. Ja, sowieso is het voor iedereen hobby? Ja, denk ik. En zijn jullie bij elkaar in contact gekomen? Of hoe heb je, We hebben wel een casting gedaan in Sint-Truiden. En er zijn veel mensen naartoe gekomen. En hoe gaat dat dan in zijn werk, zo'n casting? We sturen dan berichtjes rond via Facebook of e-mails en zo, of in de krant. En daar komen dan mensen op af. Dus wij zeggen dan, wij zoeken zo die persoon. Mm-hmm. Meisjes bijvoorbeeld, of een jongen.
En ja, dan komen ze naar de casting en wij laten ze auditie doen. Een beetje acteren, ja. Een scène uit de film spelen. En hoe ging die auditie, Janne? Weet je dat nog? Nee. Ging dat gemakkelijk? Ging dat vlot? Ging dat moeizaam? Het ging toch wel vlot aan. Ja. Ja. En jullie waren misschien ook snel erover eens dat Janne de rol moest spelen? Er waren wel veel goede meisjes bij. Maar ja, er zijn er dan een paar die toch een beetje iets meer hebben van het acteren en zo. Ja. En dat heeft ons toch doen beslissen om Janne te nemen. Ja. Want hadden jullie al ervaring bijvoorbeeld, Vanessa? Nee, absoluut niet. Ik ben eigenlijk helemaal ook een beetje daarin gerold door Janne. Ja. Het was zo, ik ging Janneke brengen naar die casting. En eigenlijk was ik niet iemand die voor de casting. En ja, het is zo een beetje gelopen. Ja. Vraag van Karine eigenlijk of ik toch niet eens een auditie wou doen. Ja. En zodoende, ja. Ja, wij zochten ook een mama. Ja. En er waren dus ook mensen gekomen die voor de rol van mama. En maar ik zag Vanessa toen en hoe zij deed met haar dochter en zo. Het was zo heel spontaan en ik dacht van, dat is het type dat ik moet hebben voor die film. Toen heb je haar aangesproken en gezegd van, die moeten we hebben. De dochter is goed, dus we gaan een keer vragen of de mama eventueel wil meespelen. En je zag dat meteen zitten? Nee, Janne heeft me niet overtuigen. Ja? Absoluut niet. Nee. En wat was dus zo de truc die je hebt gebruikt om haar te overhalen uiteindelijk? Ja, gewoon. Valt veel geld mee te verdienen. Babyoogjes gebruikt. Babyoogjes, dat werkt altijd wel. Hè. Ja. Maar het is wel op, want uiteindelijk heeft je mama meegedaan dan. Hè. Ja. Hoe zijn de draaidagen verlopen? Ging dat goed? Was een leuke sfeer? Ik vond het altijd wel een heel leuke sfeer. Ook met hun acteren. Er waren ook wel vaak scènes bij mezelf alleen, dat ik dan van die dingen moest doen. Maar dan was het, ja. Ik kende haar man eigenlijk, was een cameraman. Ja. Die was mijn leerkracht Nederlands. Okay. En via daar ben ik dan eigenlijk terechtgeraakt in die film. Ik zeg van, ik acteer een beetje en zo. Ja. En dan was het wel leuk, want ik ken hem dan, ik ken Karin dan ook beter leren kennen. En dan was het echt een vriendschappelijke sfeer, zo die daarin. Mm-hmm. Want we hebben ook enkele foto's. Dus het is eigenlijk inderdaad, het ziet er allemaal heel gemoedelijk uit. Hè? Gezellige dagen ook, Karin, denk ik niet? Ja, zeker. Ja, ik denk dat ook altijd taart en zo, hè. Ja. Dus jullie werden wel verwend dan? Ja, van alles voorzien. Ze moesten het wel allemaal zelf nemen, maar... En hoeveel zijn jullie bijgekomen dan op die draaidagen? Dat valt mee. Dat valt mee. Nu, uiteindelijk, Karin, het eindresultaat mag er zijn, maar waar kunnen mensen hem bekijken? Hij gaat nu donderdag in première in Kinepolis in Hasselt. Ja. En hoe kunnen mensen zich inschrijven of kaartjes bestellen? Of? Ze kunnen zich inschrijven of via het mailadres dnavasco@gmail.com. dnavasco? @gmail.com. Zo kunnen mensen dan kaartjes... Ze moeten ingeschreven zijn, ja. De inkom is gratis, maar ze moeten wel... Ja, dat jullie een beetje weten hoe en wat. Maar we zitten al aan heel veel inschrijvingen. Ja? Want we hadden aanvankelijk één zaal in Kinepolis en nu hebben we er twee. Dat is goed nieuws, hè? Ja. Dat is een teken dat het allemaal heel positief is. Is er al een nieuwe film op komst? We zijn bezig met het project van een dokter die gevraagd heeft om iets te maken van kindgevangenen. Okay. En daar zijn we een beetje rond voorzichtig. En als het klaar is, dan komen jullie gewoon weer langs. Ja, dan komen we weer eens langs. Hartelijk bedankt. Heel veel bedankt dat jullie erbij waren en hopelijk tot de volgende keer. Hè. Ja. Super. Dank je.